Heel hartelijk welkom en fijn dat je weer kijkt naar ICT Waarborg TV. Het programma waarin iedere keer weer de hoofdrolspelers uit de ICT-branche aanschuiven. En we hebben natuurlijk over wat er op dit moment in de markt speelt. Welke problemen zijn er? Welke uitdagingen? Hoe kunnen we ze oplossen? En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen als het gaat om producten? Nou, en dit keer gaan we het hebben over de verduurzaming in de printindustrie. Want in Europa worden elk jaar ongeveer 360 miljoen cartridges verkocht. En slechts 20% daarvan komt daadwerkelijk weer bij de fabrikant terug. 70% wordt dus niet op de juiste manier verwerkt en komt op de vuilnisbelt terecht. Nou, daarover praat ik met Frans Hondman, General Manager van Armor Print Solutions, en Rob van Rijt van het Klimaatplein. Hartelijk welkom allebei. Ja. Nou zat ik te denken, 20% komt dus terug bij de oorspronkelijke klant. 70% komt op de... Wat is er met die overige 10%? Nou goed, het is niet helemaal sluitend. Er vloeien ook cartridges weg die op de vuilnisbelt terechtkomen, terwijl ze niet geregistreerd worden of die naar het buitenland gaan. Maar in ieder geval, de hoofdboodschap is dat er een enorme slag te slaan is. Dat er heel veel producten op de markt gebracht worden die na eenmalig gebruik, ja, eigenlijk waardeloos geworden zijn. Ja. Hè? Die, terwijl de grondstoffen waar het van gemaakt zijn eigenlijk heel vaak mee zouden kunnen. Hè? Cartridges, plastic is metaal. Ja. Gaan we zo verder. Je merkt me enthousiast. Ja, zeker. Nou, het is inderdaad natuurlijk ook best wel al een tijd bekend dat cartridges nou niet het meest milieuvriendelijke product is. Maar dat kan dus beter. Althans, dat had een heel lang het imago. Los van het feit dat we natuurlijk ook vanwege papier en bomen minder wilden gaan printen, stond de cartridges natuurlijk ook wel even een uitdaging voor de deur. Eerst wil ik heel eventjes weten, want Frans, Armor Print Solutions, dat is dus een tak van het grote Armor. Ja. En wat is het precies wat jullie doen? Nou, Armor is een industriële groep, Frans bedrijf, bestaat bijna 100 jaar en is altijd bezig geweest in printing. En wat we gezocht hebben in al die jaren is, hoe kunnen we printing verduurzamen? Ja. Dat is dus wat we eigenlijk in hoofdzaak doen. Het is het inzamelen van gebruikte printmaterialen en die een tweede leven geven. En precies, want is het dan qua verduurzamen, zoek je dan naar een soort van permanente oplossing om iets langer te gebruiken? Ja, dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Je gaat van lineair, hè. Je produceert, je verbruikt en het gaat weg, naar circulair. Je produceert, je gebruikt en je kijkt hoe je het in de oorspronkelijke vorm zo vaak mogelijk opnieuw kunt gebruiken. Ja. En vergelijk het met een auto, de bushes zijn kapot, dan ga je de auto ook niet weggooien. Of de tank met benzine is leeg, die ga je de auto niet weggooien. Dan ga je die onderdelen die vervangen moeten worden, die ga je vervangen. En dat is eigenlijk ook zo met een printcartridge. Het is het poeder dat op is, er zijn een paar onderdelen. En die kun je heel goed vervangen. En je hebt een product dat eigenlijk nagenoeg nieuw is. Want die plastic onderdelen, die slijten nauwelijks of niet. En dan wil je eigenlijk nog naar een soort biologisch afbreekbaar iets toe, dat wat wel misschien op de vuilnisbelt terechtkomt. Ja, nou wat je eigenlijk, als je het helemaal goed wil doen, dan zorg je dat je no waste hebt. Dus dat betekent dat je op het einde, als het product in zijn oorspronkelijke vorm niet opnieuw te gebruiken is, dat je het gaat ontmantelen. Dat je de plastics, de metalen, alles bij elkaar doet. En ervoor zorgt dat dat weer gaat naar industrieën die daar nieuwe producten van maken. Precies. Dus eigenlijk hoeft van een printcartridge niets op de afvalbelt te komen. Dat is dus vandaag de dag niet meer nodig. Is niet nodig. Het vraagt wel een verandering van denken en ook andere regelgeving. Nou, daar hebben jullie het OWA-printsysteem, hè, toch? Dat is een product wat dus helemaal circulair is en duurzaam. Eerst wil ik nog even naar Rob, want jij bent van het Klimaatplein. Klopt. Vertel daar eens iets meer over. Het Klimaatplein is een online platform dat gebruikt wordt door bedrijven en instellingen die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. Dus die willen besparen op hun fossiele brandstoffen of het zelf duurzaam willen opwekken. En daarmee een bijdrage leveren tegen de verdere opwarming van de aarde. Ja. En op het Klimaatplein vind je allerlei tools en inspiratieverhalen, maar ook partners waarmee je dan die stappen kunt zetten om duurzamer te ondernemen. Ja, en dat begint met een soort van check, toch? Van hoe duurzaam ben je nu? Klopt. Een soort test is dat? Ja, nou, we hebben een CO2-calculator. Een calculator. En daarmee kun je dus eigenlijk je CO2-voetafdruk berekenen. Hoeveel stroom heb je, hoeveel aardgas, hoeveel liters benzine, diesel, vliegreizen, die vul je in. Daar komt een footprint uit. En dan kun je per onderdeel kun je kijken van hoe ga ik hierop besparen. Ja.
Dus, En jullie zijn ontzettend toonaangevend, want je gelooft dat vanaf 2013 jullie continu genomineerd zijn of prijzen hebben gewonnen voor milieubewust, klimaatbewuste initiatieven. Klopt. Wat is voor jou persoonlijk belangrijk om te bereiken met Klimaatplein? Nou ja, ik voel heel erg die missie van we moeten in balans leren leven met die aarde, zeg maar. En wat we nu doen is dat we eigenlijk iedere keer die ecologische grenzen overschrijden. En ik heb zelf 3 jonge kindjes en dan wil je toch dat ze op een aarde leven waarin ze minimaal dezelfde kans hebben als die ik heb gehad. Ja. En zoals we nu zeg maar omgaan met ons productie- en consumptiesysteem, lukt dat niet. Dus dat moet meer circulair. Mag ook wel een onsje minder af en toe. Ja. En dat vergt dus ook inderdaad een cultuurslag, wat Frans ook aangeeft. Een cultuuromslag bedoel ik. Hè? Dus waarbij je less is more, misschien het credo wel moet worden. Ja, want is het, ze zeggen inderdaad al een tijdje, het is geen 5 voor 12, het is 2 voor 12. Het is, we hebben nog maar 10 jaar die window. Zie jij het rooskleurig tegemoet? Is het haalbaar? Het is 5 voor 12 voor bepaalde ecologische grenzen. Maar als je kijkt naar klimaatverandering, dan is het al 5 over 12. Als je kijkt naar stikstof, is het 5 over 12. Als je kijkt naar verzuring van de oceanen en met de afsterving van de koraalriffen, zitten we allemaal al op 5 over 12. Er zijn een aantal ecologische grenzen waar we nog binnen kunnen blijven. Maar dan moeten we daar met z'n allen vandaag al nog veel harder aan gaan trekken dan dat we hebben gedaan de afgelopen jaren. Ik denk dat dat nog wel een beetje onderschat wordt. We hebben nu een nieuw regeerakkoord waarin een hele hoop wordt geïnvesteerd in die stikstof- en klimaatcrisis bijvoorbeeld. Ik vraag me werkelijk wel af of dat voldoende is. We hebben ook die EU Green Deal die eraan komt. Ook een super ambitieus plan. Maar dan moet het ook wel echt gaan gebeuren. Ja, want die Green Deal, die EU Green Deal, daar, daar doen jullie neem ik aan ook aan mee. Ja, wat je ziet is dat de printfabrikanten het heel erg lastig hebben om circulair te gaan werken. Daarom hebben ze de aftermarket, remanufactor zoals Amor, gevraagd van kunnen jullie ons helpen? Ja, want waarom is dat moeilijk? Nou, het is moeilijk omdat het een businessmodel is dat gebaseerd is op zoveel mogelijk printers in de markt zetten. Ja. Eigenlijk vaak onder kostprijs, daar verdienen ze niets aan. Dus dat betekent dat ze geld moeten verdienen aan de verbruiksmaterialen. En het maken van een nieuwe toner of een nieuwe inkjet cartridge is vele malen goedkoper dan een cartridge in te samelen, uit elkaar te gaan halen, de reststoffen te managen, nieuw in elkaar zetten. Dus dat betekent dat het verdienmodel, als het circulair zou moeten worden voor printfabrikanten, eigenlijk niet zo interessant is. Daarbij hebben ze natuurlijk ook een prijspositioneringsprobleem. Want als je het nieuwe product tegen 100 aanbiedt, hoe ga je het circulaire product? Het is duurder om te produceren en je moet het tegen een lagere prijs verkopen. Dus daar zitten ze niet op te wachten. Op dit moment is onder in het kader van de Green Deal een voluntary agreement op imaging equipment waar aan gewerkt wordt. Maar dat is nog allemaal heel erg vrijblijvend. Het en is beter is dat dan precies? Niets. Nou, in feite is het vanuit de Europese Unie gezegd van branche, gaan jullie nou eens zelf regelen dat je gaat verduurzamen. Nou, het is beter dan niets en we werken er ook vol overtuiging aan mee. Het is goed. Waarbij je natuurlijk wel ziet dat op het moment dat er regelgeving komt, dingen heel snel kunnen. Voorbeeld te geven, we zien green procurement, dus het groen inkopen, dat wordt in feite gepromoot. Alleen in de praktijk gebeurt dat niet. In Frankrijk hebben ze nu een regel dat 25% van printermaterialen circulair moet zijn. En wat zie je? Meteen gaan de printerfabrikanten dat ook aanbieden. Ja. Dus op het moment dat het vrijblijvend is, dan zijn er heel veel goede mooie initiatieven, maar een echte verandering, dat komt toch door regelgeving of een goede agreement. Nou, hebben jullie het wel voor elkaar gekregen om een remanufactured cartridge te creëren die niet per se duurder is? Dat klopt. Om te produceren is die duurder. Maar omdat printerfabrikanten eigenlijk een bijna geen reële prijs voor hun product vragen, hè, want de hele ontwikkelingskost, return on investment, zit niet op de printer, maar zit op het verbruiksmateriaal. Daardoor zijn ze hoog qua prijs gepositioneerd, waardoor wij een product dat eigenlijk duurder is om te produceren, onder hun prijs kunnen positioneren. Dus waardoor we, redelijk uniek, een volledig circulair product kunnen aanbieden tegen een prijs die lager is dan een
lineair geproduceerd product. Precies. En dat is dus de OWA, de ja. OWA inkt cartridge. Want hoe gaat dat proces? Want die is dus helemaal circulair. Ja. Ja. Wat wordt er precies allemaal hergebruikt? Ja, dat is, kijk, OWA is eigenlijk het staat voor Our Way to Act. Het is onze manier om te reageren. En ook een manier voor iedereen die van lineair naar circulair wil, om heel makkelijk die stap te zetten. Want het is overal, het is breed verkrijgbaar. Nou, wat is de kern? Een inktpatroon of een tonercartridge, daar zitten zoveel materialen aan die meerdere keren prima gebruikt kunnen worden. En dat is de basis van het OWA-concept. Alles wat hergebruikt kan worden in zijn oorspronkelijke vorm, gaan we hergebruiken. Natuurlijk zien we dat er ook steeds meer gerecyclede materialen gebruikt worden in de industrie. Alleen, dat is eigenlijk een stap die daarna zou moeten komen. Probeer het her te gebruiken in zijn originele vorm. Dat heeft de hoogste de winst. En daarna, mocht dat niet meer kunnen, kun je gaan recyclen. Ja, want eigenlijk dat plastic is prima te hergebruiken. Dat is niet zo snel aan... Dat doet niet af aan de kwaliteit van het printen. Want dat is wat uiteindelijk voor de consument natuurlijk belangrijk is. Dat die printkwaliteit goed blijft. Kijk, die printkwaliteit, dat is geen enkele discussie meer. Die is gelijkwaardig aan de printkwaliteit van de cartridge die de originele fabrikant op de markt brengt. In feite is het ook een originele cartridge, alleen met een aantal onderdelen hergebruikt. Dus printkwaliteit is het niet. Wat je ziet is eigenlijk, ook als wij dat verhaal vertellen, dan... Het komt heel goed over, men vindt het fantastisch. Grote ondernemers zeggen, nou, dat zou mooi zijn als wij dat ook zouden kunnen gaan gebruiken. Alleen in de praktijk zie je dat ministeries, grootverbruikers, eigenlijk die vraag helemaal bij hun leverancier hebben neergelegd. Ze hebben namelijk geen transactioneel concept. Ze kopen niet een printer en verbruiksmateriaal, maar ze hebben een managed print service. Dus ze zeggen tegen een leverancier, nou, jij regelt het maar en ik betaal je zoveel cent per print. Waardoor er ook geen enkele incentive zit voor de grote printfabrikanten en de grote ICT-printaanbieders om te zeggen, wij gaan die verduurzaming gaan we erin brengen. Want in feite, ze concurreren op prijs met elkaar. Worden daar heel zwaar voor ondersteund door de printerfabrikant. Op voorwaarde dat alleen maar verbruiksmaterialen van de printerfabrikant gebruikt worden. En daar zou een enorme winst zitten. Ja, maar daar zit dus eigenlijk precies, daar zit de winst. Dat dus eigenlijk bedrijven daar zelf ook hun verantwoordelijkheid weer in nemen. Mensen zelf, hè, want de gemiddelde burger wil misschien ook liever bij de Action zijn cartridge halen, omdat die zoveel goedkoper is. Ja. Maar hoe zit het eigenlijk met dat soort cartridges, dus de B-merken? Hoe slecht zijn die? Ja. Of valt dat misschien wel mee? Kijk, wat we zien is dat... ga ik even een tijdje terug. Windows 95 is eigenlijk het moment geweest dat een printer makkelijk aan een computer aan te sluiten was. Ja. Dus dat we eigenlijk van de schrijfmachine matrixprinter naar laserprinters en inkjetprinter gingen. Die techniek die was redelijk revolutionair. Dus wat doe je dan als fabrikant? Je gaat dat patenteren. Die patenten die lopen een jaar of 20. En daarna ben je dus vrij om een alternatief product te maken. Dus wat zien we nu? We zien vanuit China een enorme stroom van producten die eigenlijk een namaak tonercartridge. Dus geen origineel, er zit geen enkel hergebruikt materiaal in. En die worden massaal via verschillende bedrijven, met name via internet, op de markt gedumpt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een origineel product, is perfect, want dat kunnen wij als industrie inzamelen en hergebruiken. Maar die producten die uit China komen, dat is eenmalig gebruik. En die gaan rechtstreeks naar de afvalberg. Dus die moet je voorkomen, toch? Probeer die nou te voorkomen. Juist. Ja. Even voor jou, Rob. Want hoe zie jij de toekomst van printen eigenlijk? Moeten we nog wel blijven? Kijk, we kunnen er misschien helemaal onderuit. Het wordt natuurlijk wel steeds digitaler, maar... Moeten we nog blijven printen? Dus dat begint altijd mee. Hè? Van kijk of je überhaupt wel moet printen. Ieder vel dat je niet hebt geprint, bespaart inkt. Maar ik denk dat we altijd nog wel blijven printen. En als dat dan op een meest circulaire, duurzame manier kan, dan denk ik dat we daarvoor moeten gaan. En wat Frans net ook noemde, van die overheden, zeg maar, die dan beleid creëren, laat die dan ook die stappen zetten om duurzamer te gaan inkopen. Juist. Want de mogelijkheden zijn er dus gewoon. En als je
daar geen gebruik van maakt. Dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke zonde, want je propageert zelf. We moeten een circulaire, energie-neutrale samenleving creëren. Die mogelijkheden zijn er. Maar dan ga je toch in je eigen bedrijfsvoering toch kijken naar hoe kan ik dan meer op prijs inkopen. Terwijl duurzaamheid zou eigenlijk het criterium moeten zijn. Hmm. En daarbij komt denk ik ook dat vaak nog niet de juiste prijs wordt betaald voor producten. Want als je kijkt naar de milieuschade die het kopen van of produceren van bepaalde producten veroorzaakt. Dat zijn ook kosten. Dat zijn maatschappelijke kosten die we nu niet meenemen in het product. Maar eigenlijk over de schutting van de toekomst gooien. Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook niet rechtvaardig. Hè? Dus daar zou de overheid ook op kunnen sturen. En daar kunnen bedrijven ook het voortouw in nemen. Van moeten wij niet kijken naar de maatschappelijke kosten van onze productie. En dat meenemen in het productieproces. Dat zorgt er automatisch al voor dat je meer circulair en meer energiebewust gaat produceren. Maar goed, overheid moet dus ook gestuurd worden duidelijk en geïnspireerd worden. Speelt klimaatbeleid daar nog een rol in? Doen jullie lobby's? Ik bezoek wel eens de Tweede Kamer met ideeën om ze te vertellen van een prijs op CO2 die we nu hebben, kan die niet wat omhoog? Want dat leidt automatisch tot veel meer energiebesparing en duurzame opwek. Ja. Het klimaatplan wordt nu zo'n 20.000 keer per maand geraadpleegd door bedrijven en instellingen. En er zitten vast ook politici of beleidsmakers tussen. Dus ik denk dat we ook op die manier wel invloed hebben op een snellere verduurzaming van Nederland. Ja. Mooi. Ik wil altijd voor de afsluiting nog een soort van tip of een eerste stap die bedrijven die dat stuk willen verduurzamen kunnen nemen. Wat is jouw advies daarin? Nou, ik denk dat het advies is, ga kijken naar bedrijven of organisaties die weten wat de duurzame keuze is. Het is heel moeilijk om in verduurzaming zelf die weg te vinden. Er zijn prima organisaties voor. Daar is Rob is daar een goed voorbeeld van met Klimaatplein. Dat zijn nou juist de onafhankelijke instanties die gewoon een goed advies geven. Kijk, het gaat ons er niet om dat wij zeggen dat iedereen fout is die een keuze maakt waarvan hij niet weet dat er een alternatief is. Ja. Maar ik zeg wel, van doe nou eens je best als bedrijf of als overheid om te kijken, wat kunnen wij doen? Hè? Ja, om je erin te verdiepen. Is laaghangend fruit als het gaat om verduurzaming. Ja. Jouw tip? Eens. Ja, wat op Klimaatplein altijd als eerste tip geven is, krijg inzicht in waar zit mijn verbruik. En dat kan met die CO2-calculator die we kosteloos aanbieden op het Klimaatplein. Daarmee krijg je inzicht van waar ligt bij mij de meeste milieu-impact. En dan kun je ook veel gerichter gaan besparen op dat verbruik. Frans Hondman, General Manager van Armor Print Solutions en Rob van Rijt van Klimaatplein. Allebei hartelijk dank. En tot zover deze ICT Waarborg TV. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.